Oh, Key Jokie. Daily Challenge tijd. Laten we eens kijken. Taiwan? Dat zou als Taiwan kunnen zijn. Ik wilde eerst Hongkong zeggen vanwege het uh, smalle straatje. Maar ik gok dat dit Taiwan zal zijn. Als um, ik nou nog kan vinden... Daar... E... TTT... Wordt er in Taiwan... Ja, nee, in Taiwan wordt er niet links gegeven. Ik kies overigens voor Taipei, maar... Het kan natuurlijk ook gewoon iets compleet anders zijn. Taiwan heeft een aantal grotere steden, natuurlijk. Dus. Het is niet onmogelijk dat dit zomaar een ander stadje is. Stadje, zeg ik dan. Um... See you Portroads. Ik, ik denk toch echt dat ik eerst moet zoeken of dit inderdaad Taipei is. Nou, waarschijnlijk staat het hier op, maar ja, ik kan die Chinese tekst niet lezen. Heel graag, ik weet het. Ik zal eens even kijken of ik hem uh, nee, dat is waarschijnlijk allemaal hetzelfde, gok ik. Ja, ik had gehoopt dat er hier zou staan van. Uh, we bouwen verder aan Taipei, of welke stad het dan ook is. Um... Makkelijk wil ik waarschijn... De Grote kans is dat ik waarschijnlijk iets gemist heb ergens, hoor. Grote kans dat ik waarschijnlijk ergens iets gemist heb. Is er nog steeds een kans dat dit. Ik zou zeggen: van niet. Nou, dat, dat dit Hongkong is. Ja. Wat ik zeg. Oh, hallo. Dit lijkt mijn Verenigde Staten of Canada te zijn. Ik ga bewust hier naartoe, want dan. Uh, hoop ik. En daar heb ik niks aan. Ik hoopte eigenlijk op die kruising iets te zien te krijgen, maar. Dat viel ook wel weer tegen. Tachtig suggereert zeer waarschijnlijk dat dit Canada is. Kan ook nog. Southwest Calgary Ring Road. Zoals gezegd: Canada. Zuidwesten. 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 Zijn we net niet iets van heritage parks in staan? Zonder niet op het vroege bord. Nee, 201. Dat klopt niet, wel. Is het nog 201 dit hier? Ja. Dit is niet meer Southwest natuurlijk hè. Dit is Southwest. Calgary. Maar waar is het zo zien wellicht, nee, het lijkt me ook niet, het zou dat op deze kaart wel aangepast zijn, mag ik aannemen. Als de wijk zo het um. raar is dat. Eh, nee, toch wel. Oh wel. Could be worse. Europa is het Malta Vraagteken? tegen. Oh nee, dat was niet de bedoeling. Technobills. Dat is niet. Dat is volgens mij de vlag van Malta. Nee. Ik denk dat het de eerste vlag is. Oh, wat natuurlijk zou kunnen, want... Volgens mij is het zelfs de vlag van een uh, bedrijf, dus... Maar ik... ...denk dat dit Malta is. Linksrijdend. Ah, is dit. Ik denk dat dit Malta is. Ik ben er nu niet 100% zeker van veel Engels gezien. Trek, dankjewel. Dat was het woord waar ik naar zocht. Okay. Um. Dan is de vraag, is het Valetta of is het iets anders? Um. <coughs> Het si helpt trouwens geen reet, want dit is het noorden en dan zou het naar het westen liggen. Ja, dat zou kunnen kloppen. Zou kunnen kloppen. Dan moet ik even kijken hoe deze straat heet. Dit is een wat grotere straat. Natuurlijk hebben ik hier geen bordje hangen. Het is altijd op dit soort plekken, dus je dan net geen bordje hebt hangen. Zebbig. Ze volgens mij heb ik dat net ergens zien staan als naam. Ja, daar. Ik wil het zeggen. Ik, ik zie het vanuit mijn ooghoek en ik denk van hé. Hey, dat is een naam die ik eerder gezien heb. Uh, dit... Rusland? Ik had naar de auto's moeten kijken. De volgende auto die we tegenkomen. Even kijken naar het nummerplaat. Do is dat rood? Is het oranje? Dat is rood zich, is dat, hè? zou dit dan zijn? Kirgistan, sorry, Kirgis is iets anders. Ik terug naar het begin gaan. Ik denk niet dat we te zien krijgen wat tekst op die. Dat is ook weer rood. Emergency access road. Ik, ik denk. Dat het Kiri is. Ik, ik heb echt naar buiten de. dat de, 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 de taal klopt. De nummerborden kloppen. Zo moet het. dat moet het dat wel zijn. Dat kan bijna niet anders. De vraag alleen is. Waar is mijn pinnetje gebleven? Hoe ver? Dan zou dit bijvoorbeeld meer zuidelijk zitten. Met al die sneeuw en al die shit en al die dingen. Dat, dat zou logisch zijn, hè? Dat zou logisch zijn als het daar zou zijn. Nou ja. Ik hoop het. Want ik bedoel, dit zijn de bergen met sneeuw. Ja, dat is het ook wel, maar. We lopen de wegen niet door. We hier ook niet echt, maar. Het was veel verder mogelijk. Maar ook weer niet zo nodig dat het uh, bij Bicek ligt. Lag. Ligt nog steeds. Ehm. van de reden is mijn eerste gevoel om Andorra te zeggen, maar ik denk niet dat dat klopt. Wat is er in. Ik denk dat dit Oostenrijk of Zwitserland gaat zijn. Denk ik. Volgens mij was het Duits dat het op het bordje stond. Hier zat hij vrij snel stoppen, denk ik. Volgens mij stond het Duits op het bordje. Dus dan is de vraag, is het Oost-Zwitserland of misschien Duitsland zelf? Maar dat denk ik dan weer niet. Op de ene auto waarbij ik het gezien heb, was... Uh... Nee, dit is, is Italië. is Italië, is dit. Ha! Dit is Italië. Is niet zo dat als ik inzoom dat het een SP wordt? Nee. Um. Ik ga hem toch even hier. Puur. Een gevoel. Een gevoel heeft er ook wel eens naast gezeten, dus wat dat betreft uh... kunnen we waarschijnlijk zometeen hartelijk lachen dat ik er uh, compleet naast zit en uh, daardoor uh, het goud verlies. Oh, wat er op dat bord stond, niet, niet, niet dat waar die SP-10 stond stond, maar wat er op dat bord van die dingen stond, dat was geen Italiaans. Volgens mij, dat was volgens mij echt Duits. Dus zou je tegen de grens, ja, tegen de grens met Oostenrijk en Zwitserland aan zitten? Lijkt mij toch. Ja, yeah, nou, tot dus. Heb ik hem? Ja, ik heb hem wel gehaald. Ik kan het zeggen, want er zaten een aantal punten tussen dat ik er niet helemaal op zat. En... Maar het had me niks gebaat als het niet gehaald was, zeg maar. Het had me niks gebaat als het niet gehaald was. Oh, wel. Ik denk dat Canada dan een molt om gered hebben. Perfect. Nou, morgen is er weer een dag. En een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.